Goeiedag luisteraars en kijkers van Glory TV. Dit is een nieuw open gesprek en hier hebben we mevrouw Jennifer Geerling-Simons. Goedendag mevrouw Jennifer Geerling-Simons. Goeiedag en ook aan de luisteraars en kijkers. Ja, we hebben u genaderd. Eigenlijk meer om te praten over een vrouw als president. Weet u, want het lijkt alsof er niet genoeg aandacht daar aangesteden wordt. Begrijpt u? Dus vandaar we dachten van we contacten enkele sterke vrouwen, sterke leiders. En we gaan met ze praten en dan brengen we het naar buiten, weet je? Weet u? Begrijpt u? Dus mijn eerste vraag naar u toe is, hoe vindt u het leven persoonlijk en zo? Het leven in Suriname nu, ik denk niet dat het iemand van mening kan zijn dat het iets anders is dan echt moeilijk. Het is achteruit gegaan. En als ik dat zeg, dan bedoel ik niet alleen financieel. Toch? Want sommige mensen denken dat de bakka, de situatie maakt ze juist rijker. Anderen hebben moeite en er zijn een paar die helemaal niet meer kunnen. Oké? Dat is een feit. Maar wat erger is, het lijkt alsof die samenleving van ons uit elkaar valt. We hebben met moeite om zo'n samenleving die we hebben met verschillende groepen, om toch de zaak bij elkaar te houden, zien we dat nu de zaken uit elkaar vallen. En dat is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Omdat geld, als je het niet hebt vandaag, kan je het morgen hebben. Als olie komt, dan heb je meer geld. Als je andere ontwikkeling heb, kan je meer geld hebben. Maar wanneer die samenleving uit elkaar valt en we niet meer goed met elkaar leven, dan heb je een groter probleem. Dus dan kunnen we bijna praten of praten over ontwrichting? Ja, het lijkt alsof inderdaad die samenleving langzaam maar zeker, of misschien moet je zeggen juist snel, binnen 2-3 jaren eigenlijk aan het ontwrichten is. Ja. Oké, is duidelijk. Om direct met de deur in huis te vallen, wat is uw mening over de mogelijkheid van een vrouw als president? Ja, in het zeg maar, voorgesprek, we hebben niet echt een voorgesprek, maar even een communicatie, heb ik al gezegd van kijk, heel wat mensen zeggen dat, vrouw als president. Natuurlijk moet het kunnen, een vrouw moet president kunnen zijn. Ik denk niet dat iemand specifiek bezwaar daartegen heeft. Maar waar ik altijd op reageer is, als ik soms luister, dat men denkt van dat die persoon moet president worden of een vrouw moet president worden, is de oplossing voor alles in Suriname. Dat is geen goede zaak. Je moet als samenleving begrijpen welke fundamentele problemen we hebben. En aan die problemen moet worden gewerkt. Er zijn echt een heleboel vraagstukken, dat heb ik al gezegd. Het moet geen probleem zijn als een vrouw president wordt. Maar dat gaat niet de enige oplossing zijn. Er moet veel meer dan dat gebeuren. Wil je een goede president hebben, dan krijg je naar iemand die sterk genoeg is om bepaalde verleidingen te weerstaan. Die een brede ondersteuning geniet in zijn politieke partij of haar politieke partij, in de gemeenschap. Maar die ook bereid en in staat is om strak te houden, want we kennen de invloeden in de Surinaamse politiek. Het zijn geen eenvoudige dingen. Dus, en die dingen kunnen niet van één persoon komen. Het is een president is een gezicht. Je moet om die president heen en onder die president een heel team hebben van mensen die dezelfde richting uitdenken. En daarom is mijn antwoord altijd aan de mensen die me dat vragen. Ja, een vrouw moet president kunnen zijn van Suriname, waarom niet? Maar als we de oplossing zoeken vanuit het vraagstuk waarin we nu terecht zijn gekomen, dan moeten we wel weten dat we als politieke partijen, niet alleen die van mij, mensen in business, de gewone bevolking, die moeten begrijpen dat er veel meer gaat moeten gebeuren om ons land uit die slurry te trekken dan één ding maar. En
daarom hoop ik, ik heb het ook gezegd, de mensen die graag een vrouw zien als president, die gaan campaignen ervoor. De mensen die misschien een man hebben in gedachten om president te worden, die zullen dat dan doen. De mensen aan wie het niet kan schelen of het een man is of een vrouw, ze willen gewoon een goede president hebben. Al deze groepen mensen moeten beseffen dat we met z'n allen heel wat werk te doen hebben in Suriname. En mijn focus is op het aanscherpen van het respect voor wetten en regels, wat altijd een probleem was in Suriname, maar het is helemaal zoek nu op dit moment. Een tweede ding waar ik naar kijk is, je is een integriteit. Je moet bereid zijn om dat ding eerlijk te doen. En transparantie in je bestuur helpt je daarbij. Het is geen vijand, transparantie. Dus we moeten het land op een andere manier regelen. We moeten de politiek op een andere manier willen bedrijven. Ik kijk ook naar andere politieke organisaties. Kijken waar de mensen zo ver zijn om te zeggen van hé, we hebben met z'n allen misschien in 20, 30, 40 jaren wel eens regeermacht gehad. Er is ervaring in de partijen. Er zijn ook nieuwe mensen die mogelijk een goede bijdrage kunnen leveren. Maar als we met elkaar blijven vechten over wie wel, wie niet, dan zo jongeren, ouderen, politiek, nieuwe politiek, het gaat ons niet helpen. Waar we mee bezig moeten zijn, is kijken. Er zijn mensen die een goede job zouden kunnen doen. Die mensen moeten worden ondersteund. Maar vooral moeten we proberen om de verkeerde invloeden in de politiek, grote kapitaalinvloeden, om die te verminderen. En het is geen eenvoudige job, dus je gaat het met z'n allen moeten doen. Dus we gaan het met ons allen moeten doen. Oké. Vindt u dat er genoeg campagnes voor een vrouw als president georganiseerd worden? Eigenlijk is het pas begonnen, want ik weet wat ik had gedaan in het vorig parlement samen met wat was mevrouw Karin Rivas toen. Was een hele campagne dat er meer vrouwen in het parlement alvast moesten komen, meer vrouwen in bestuur. Omdat de vrouwen er zijn, ze zijn goed opgeleid. Dus je moet zorgen dat ze er ook zijn waar de besluiten worden genomen. Dat is toen vrij goed gegaan. En nu heb ik 1 of 2 meetings meegemaakt waar men dus nu echt begint te vinden van ja, een campagne voor een vrouw nu als president. Ik heb geen probleem daarmee, het is goed, laten we daar naar kijken. Maar nogmaals, als we denken dat we niet alleen een vrouw, 1 persoon gaan moeten aanwijzen. Ik noem het een messias, een verlosser, om ons te verlossen uit de problemen waarin zijn, dan zijn we nog niet goed bezig als Surinamers. We moeten weten dat we inderdaad een president die sterk is, die goed inzicht heeft in de dingen die er zijn, en het mag zeker een vrouw zijn, maar het is niet het enige dat we nodig hebben. Dat is iets wat ik graag benadruk. In de partijen moeten veranderingen plaatsvinden, en ook buiten de partijen. En al die, laten we het op zijn Surinaam zeggen, den djugu djugu, zou bij Abnangau streven over de loop der jaren, maakt dat goede mensen in al die partijen niet echt de handen in elkaar kunnen slaan, omdat er eigenlijk, als het ware, is er een sfeer dat in een bemoeien is, maar want juna NPS of juna NDP of juna V, dat is geen goed ding. En ook in het bedrijfsleven, in de andere organisaties die er in het land zijn, we zullen met z'n allen moeten begrijpen dat we tot elkaar veroordeeld zijn, zoals we dat zeggen. We hebben ook geen Turken laten halen om Suriname te besturen, of Chinezen, of mensen uit Ghana, of India. We zullen hier dat ding met elkaar moeten doen. En dat betekent dat we een soort streep moeten kunnen trekken. De vinger leggen op wat er fout is gegaan. En een eerlijke, actieve campagne voeren om die dingen te verbeteren. Dat lijkt me eigenlijk het belangrijkste. En ja, er een vrouw mag president zijn. Ja. Dus sowieso begrepen we, ja, dat een dat niet dat er, het is altijd goed als een vrouw wordt gekozen als president, maar u benadrukt dat dat niet alles is. Nee, weet u, er zijn één ding maar neemt, als je alleen daarop focust en geen andere dingen erbij neemt,
dan gaat het niet lukken. Omdat er te veel aan problemen in het land zijn. En vooral nu, we zijn begonnen om te zeggen, wat we hadden was misschien niet zo geweldig. Maar zelfs wat we hadden is nu afgebroken. Of het wordt afgebroken. Dus je moet het opnieuw regelen. En mijn ervaring in de politiek in elk geval is dat de meeste partijen hebben hun programma's. En zeker de NDP heeft heel goede programma's, echt goed uitgewerkt. Maar in de praktijk stuit je tegen bepaalde dingen. Belangen zijn er in het land. En die belangen kunnen soms proberen partijen om te kopen. Of ministers of andere beleidsmakers. Maar ze kunnen ook proberen om agressief te zijn en je te boycotten. Dus er zijn vraagstukken die we moeten oplossen. We zijn een klein land en we zullen ervoor moeten zorgen dat Teo Mekden programma, ieder partij en zeker de NDP, goede programma's, dat je ze ook kan uitvoeren. En een van de dingen die ik heb gezegd is, je moet, behalve begrip over het hele systeem, je moet ervoor zorgen dat de politiek, de business en de gewone burger hun belang behartigd kan worden. En niet alleen het belang van een paar kapitaalgroepen, moneyman's zoals ik ze in het Surinaams noem. Ja, want dat lijkt een fenomeen te zijn nu in Suriname. Mensen zeggen een groepje maar wordt steeds verrijkt en de rest wordt steeds armer. En als ik mijn background check goed heb gedaan, bent u de tweede vrouwelijke voorzitter van de Nationale Assemblée Suriname ooit. Die er is geweest. Dus ik schijn licht daarop, omdat u dat betekent eigenlijk dat u veel meer ervaringen heeft, weet u. U heeft heel veel kunnen zien, heel veel kunnen horen, heel veel kunnen opschuiven, terugtrekken. Wat mijn vraag is, wat is uw kijk op alles? Maar als u misschien wat kan belichten, dan is het ook beter voor de kijkers en Suriname ook misschien. Ja, laat me zeggen, ik heb een 25 jaar politieke ervaring. Ik kwam in de actieve politiek niet omdat ik dat wilde. Ik was niet erachter gaan rennen. Het is me toen gevraagd en ik heb het werk leren doen. Ik moest het ook leren. En ik heb intussen een heleboel ervaring opgedaan. Een van de dingen heb ik net gezegd, is dat je met elkaar in politieke organisaties zit. En met genoeg mensen die graag iets goeds willen doen voor het land. En je maakt programma's. Wanneer je partij aan de regering komt, dan blijken er allerlei barrières en dingen te zijn bij de uitvoering van programma's. En het is belangrijk dat alle Surinamers begrijpen en vooral alle mensen die in partijen zitten. Ik praat natuurlijk met de mensen in mijn eigen partijen, maar ook in de andere partijen. Er is een ding wat we moeten onthouden. De hele wereld heeft er last van. Maar wij zijn een klein land en we zouden moeten kunnen eten van wat we hebben gekregen door de natuur. Dus we moeten nog meer erop letten. En dat is wie betaalt, die bepaalt. Ik ga nog een keer zeggen. Wie betaalt, die bepaalt. We hebben een politiek systeem met verkiezingen en al dat soort van dingen dat handenvol geld kost. En wat voor kiesstelsel je ook gaat maken, als je niet ervoor zorgt dat politieke organisaties zelfstandig kunnen opereren, hun programma's kunnen maken en kunnen uitvoeren wanneer ze aan de macht zijn, ga je problemen blijven houden. En het probleem is groot, want het land heeft veel. Het land heeft veel, natuurlijke hulpbronnen en al van dat soort dingen. Maar er zijn maar weinig mensen die daar echt rijk van worden. En de strijd is dus om ervoor te zorgen dat wat we hebben als land gelijkelijk beschikbaar is voor alle Surinamers om zich te ontwikkelen. En dat is, laat me zeggen, mijn ervaring in de politiek. Het is niet zo'n eenvoudige zaak en je hebt heel wat mensen nodig om die beweging te ondersteunen in alle politieke partijen eigenlijk, maar zeker in wie zover is. En dan kun je
denk ik, Suriname terugbrengen op een pad. Dat we weer verder kunnen gaan met ontwikkeling. Dat is de ervaring die ik heb opgedaan in Groetelen. We zijn in een land waar ik me soms heb verbaasd over dat we ons soms aan onze eigen wetten niet houden. Regering, die noem maar op. Alle regeringen, ook voor de vorige regering. Het is alleen wel erger geworden nu. Dat die constatering pleeg ik. Het is erger geworden. Dus in plaats van beter is het erger geworden. Het betekent dat we, doordat we met elkaar allerlei issues hebben, en de mantak fit-fitty en zo, zie ik dat sommige dingen wat we hadden gepland, toen was ik niet eens in de politiek, ik ben arts van huis uit, dus in de volksgezondheid, eenvoudige dingen zouden we plannen, health information system zoals men dan doet. Kijk, we zijn 30 jaar verder en het is er nog steeds niet. Het is eigenlijk een klein ding. Maar wat er gebeurt, één regering stelt stap A, volgende regering begint opnieuw, et cetera. En dat zijn de dingen die we zouden moeten aanpakken. Er ontstaan ook steeds meer tegenstellingen. We kennen de tegenstellingen. Die houdt van meneer Boutersen, die haat meneer Boutersen, die houdt van de NDP, die moet niets hebben van NDP. Nu heb je met ABOP hetzelfde ding en VHP onlangs in één coalitie zitten. Maar ook jong en oud, je hoort allerlei dingen van dan moet het jongeren doen en dan luister. We hebben allemaal onze sterke en zwakke punten in alle fasen van ons leven en de verschillende etnische groepen. Er is maar één oplossing en dat is dat iedereen aan die tafel zit, zodat we kunnen plannen. En belangrijk dat we ondersteunen degene die we naar voren willen schuiven in regeringen en in het parlement, dat we als volk ondersteunen, zodat ze ook werkelijk de belangen van die massa's kunnen behartigen en niet worden overgelaten om die acute belangen van die kapitaalgroepen te behartigen. En in mijn ervaring, wat ik heb meegemaakt, waar de moeilijkheden zitten, ga je moeten werken. Dus je gaat, daar is het wel van belang wie die president is. Je gaat hard moeten werken als partij, als president, als regering aan een transparant systeem. Dus de Mazaki, het moet doorkijk zijn, zoveel mogelijk, want dat beschermt jou als beleidsmaker tegen bepaalde dingen. Geloof me, er zijn genoeg mensen die dit niet leuk gaan vinden. En die groepen die de macht hebben eigenlijk, want men denkt vaak dat de politici alle macht hebben, maar het zijn allerlei kapitaalgroepen, ja, zijwegen. En de mensen die dat willen behouden voor zichzelf, die gaan jou dat niet in dank afnemen. En als je vindt dat je dat wil gaan doen, gaan ze je waarschijnlijk op alle manieren die ze kunnen verzinnen, willen boycotten. Dus daarom zeg ik, we hebben jonge mensen heel hard nodig. We hebben ook de oudere mensen nodig die weten wat in het verleden is gebeurd. We moeten met z'n allen aan tafel en ondersteunen. En ondersteunen betekent ook kritisch zijn. Kritisch zijn is ook ondersteunen. Niet kossie, niet fitty, maar echt kritisch zijn. Ja, om te zeggen van, hey, dit had je opgeschreven, maar waarom gebeurt dit niet zo? Je had gezegd transparantie, waarom horen we dit niet, waarom horen we dat niet? Ja, dus, Daarop zou ik eigenlijk komen, want ik denk dat niet alleen ik, heel Suriname, had verwacht dat we een regering zou aantreden die heel transparant zou zijn. Dat is ook beloofd, meer dan één keer, maar wat we opmerken. Toch wil ik u, vragen, ja. Weet je, want u was in de regering Boutersen, niet onder zijn excellentie Boutersen gewerkt. Dus ik wil u vragen, vindt u dat we een transparante beleid meemaken? Nee, toch, dat is een van onze grote problemen. Kijk, in het parlement heb ik meegemaakt, ik zat ook in opposities en zo, dat altijd vinden parlementen, wij ook in de oppositie, dat regeringen niet genoeg informatie geven. Dat is ook niet alleen hier. Het is altijd een balans en een gevecht om de informatie te krijgen.
Toen ik voorzitter was van het parlement en de regering Boterse, hebben we samen met toen de commissie staatsuitgaven en de commissie financiën, hebben we heel hard gewerkt eraan om wel de informatie te krijgen van de regering. En dat is ook gelukt. Vandaar, laat me zeggen, het is gelukt. Het is niet wat ik graag zou willen hebben dat het moest zijn, maar laten we zeggen, het is verbeterd. Wat bedoel ik daarmee? Alle leningen die werden gesloten zijn gestuurd. Wij als parlement hebben dat verzoek ingediend. Zeg nee, we willen alle uitgaven. We wilden de flash reports. Die kwamen uiteindelijk. We wilden ze eigenlijk elk kwartaal, maar we kregen ze misschien 2 keer per jaar. Maar vroeger kregen we ze helemaal niet. Dus het was een vooruitgang. Vandaag nu merk ik, wanneer ik met de financieel deskundige zit, dat bepaalde informatie over de inkomsten van de staat en zo, dat het er niet is en dat het onduidelijk is. Als je de verschillende documenten en publicaties bestudeert, zijn er verschillen. En de regering komt niet goed met een duidelijk antwoord op die vragen. We hebben in het begin meegemaakt, 2020, 2021, dat je soms niet eens de publicaties van Bureau Staatsschuld, die een wettelijke verplichting zijn, op tijd kon zien. Dus ik denk dat daarin ook een achteruitgang is gekomen, terwijl je had gehoopt dat er een verdere vooruitgang zou moeten komen. Laten we hopen dat het in de komende 2 jaar verbetert. Want voor de regering zelf en de volgende regering is het van groot belang dat je precies weet waar het land bijvoorbeeld financieel staat. De transparantie die je moet geven aan die bevolking helpt je ook, dat is mijn mening, als je een programma moet uitvoeren. Niet elk programma zullen de burgers leuk vinden. Dus je hoeft niet op elk programma van een regering kritiek te hebben. Soms moet iets en is het niet leuk. Maar als de burgers de transparantie hebben en precies weten wat er gebeurt, heb je eerder een kans dat je ze kan overtuigen van oké, we moeten dit doen, kijk maar. Wanneer je ze die transparantie niet geeft, maar ze horen wel dingen lekken uit, noem maar op, dan gaat het vertrouwen elke dag meer weg. En geloof me, het is niet een president, het is niet een regering die een land ontwikkelt. Het is geen politieke partij die een land ontwikkelt. Dat zijn de partijen, ze hebben de programma's en alles. Het zijn de burgers, de mensen die het land ontwikkelen. Wat zien we vandaag gebeuren? Onze mensen gaan weg. Een heleboel mensen gaan gewoon weg en het zijn niet gewoon jongens en meisjes die van de 5e klas de school hebben verlaten die weggaan. Nee, mensen in wie we veel geld hebben gestopt, die studeren, die doen alles soort zaken en uiteindelijk houden ze het niet en ze gaan weg. Want ook die andere landen hebben ze ook nodig en nodigen ze als het ware uit. Je ziet leerkrachten, verpleging, noem maar op. ICT-mensen. Dus ik denk dat dat onvoldoende is doorgedrongen tot de beleidsmakers. Dat als je een beleid voert waardoor je mensen weggaan, is einde dienst, is einde van je land. Ja, want mensen gaan heel veel weg. We hebben mensen van de, net als je zei, ICT, mensen van de... We hebben diplomaten die vertrekken. We hebben een heleboel mensen die wegtrekken. Ik zou u wel nog een vraag willen stellen. Welke maatregelen moeten worden genomen eigenlijk om vrouwen in de politiek te trekken? Of ze meer te betrekken in de politiek? Nou, in elk geval hebben we in Suriname denk ik al een paar van die maatregelen genomen. Er zijn meer vrouwen in de politiek dan vroeger. En vrouwen zijn veelal aan de basis van die politieke organisaties. Dus zodra die politieke organisaties hun interne democratie verbetert en zo, het financieringsvraagstuk waar we het over hebben gehad en waar we niet verder diep op in kunnen gaan, ook verbetert, dan zal je inderdaad kunnen krijgen dat wat meer vrouwen komen in de politiek. Maar ik denk dat je die ontwikkeling wel ziet hoor, dat er meer vrouwen komen in de politiek. Het enige wat ik steeds zeg, de politiek moet op een andere manier. En is niet eenvoudig, want het probleem, ze zijn niet alleen in Suriname. Het is een internationaal probleem met
de invloed van geld en macht die buiten de politiek eigenlijk is en die invloed heeft op de politiek. En dat zijn dingen waar we ons bewust van moeten zijn en dan moeten we als gemeenschap met genoeg mensen kunnen werken eraan om onze politiek dan op een andere manier te gaan bedrijven. Er zijn tot op heden 7 vrouwelijke presidenten geweest in Zuid-Amerika. Als ik denk aan Nicaragua, Chili, Panama, Argentinië, Brazilië, Bolivia en Costa Rica. En wij zijn in Suriname. Ja. Dus ik zou vragen, denkt u dat de samenleving klaar is voor een vrouwelijke president? Ja, ik denk dat de Surinaamse samenleving, mijn ervaring met de Surinaamse samenleving als iemand in de politiek, is dat de samenleving geen probleem heeft met vrouwen in de politiek. Het is meer een politiek systeem en dat is dus wel nu wat open gegaan. Dus ik denk dat er geen probleem is. Suriname heeft geen probleem, denk ik, met een vrouwelijke president. Mijn enige waarschuwing blijft, het is niet het enige wat we moeten doen. Dus het is een fout die we maken. En niet alleen voor vrouwen, hoor. Ook mensen die in hun hoofd hebben. Ik wil die persoon als president, ik wil die persoon als president. Het wisselen van die president is niet het enige wat we moeten doen. Eigenlijk wat u zegt, wij als burgers, we moeten anders gaan denken aan een... Mensen in de politieke partijen, de business community, alvast moeten we begrijpen dat we te klein zijn om dat gevecht gaande te houden. We moeten die mensen die in die politieke organisatie, in die business, die ideeën hebben, we moeten een platform vinden om met elkaar te praten. En om met elkaar te besluiten van hoe we dat systeem zo gaan maken. Het doet er niet toe welke partijen, want meerdere partijen hebben goede programma's. Het vraagstuk is, wanneer je aan de regering bent gekomen, moet je die programma's uitvoeren. Dat wil zeggen, je moet niet te veel gehinderd worden door allerlei kleine etnische kapitaal en andere belangen. De persoonlijke belangen die mensen vooruit willen stellen, de Mantak Friends and Family, dat kan je wetten tegen maken. Het is niet zo moeilijk om dat te verminderen. Maar er zijn grotere kapitaalgroepen en kapitaalbelangen en mensen die werken in allerlei sectoren. En die baas zijn gewoon daar. En het is niet eenvoudig om daar tegen in te gaan. Je gaat genoeg mensen moeten hebben in de politieke partijen en buiten de politieke partijen die samen willen werken om een einde te maken aan die situatie, althans een verbetering daarin te brengen. Want dan heb je de kans om Suriname te brengen op een politiek pad dat ons verbetering brengt en dat een basis legt voor welzijn in de toekomst. Ja. Oké, okay, en misschien een beetje persoonlijk deze vraag, maar ziet u uzelf als de geschikte vrouwelijke presidentskandidaat? Wel, ik werk in de politiek. Dus ik heb altijd gezegd van, niet alleen nu, maar altijd, het werk wat ik doe is waar ik nu sta, wat ik nu nodig vind. Dat doe ik in mijn partij en ik praat ook wel met andere mensen van andere partijen. Komt de tijd daar en is het nodig en is er ondersteuning, dan kan ik het doen. Ik denk dat ik het kan doen, maar of ik zit te wachten erop. Niet echt. Ik denk dat ik gewoon mijn werk hier moet doen. En als het ons lukt om met elkaar, een kritieke massa noem ik dat, genoeg mensen te vinden die diezelfde weg willen gaan, dan ontstaat er een situatie, ja, waarin ik zou kunnen zeggen, oké, okay, ik kan het doen voor Suriname, maar het is niet iets waarvan ik zeg, ik zit, ja, ik moet president worden. Het is een moeilijke job die op ons wacht. Dus je moet nu werken om de condities te scheppen. En als het je niet lukt om die condities te scheppen, dan lijkt het mij de meest onaantrekkelijke job van het land, eerlijk gezegd. Dus ik werk nu aan de condities. Ik heb werk gedaan in het parlement, dus ik zal dit werk ook wel kunnen doen, if necessary, met genoeg ondersteuning, als we met z'n allen ergens kunnen komen. En daaraan moet ik nu werken. En dan doet het er ook niet toe wie het wordt, maar als het systeem kan verbeteren, dan heb je een kans.
En ik zeg het verkeerd, het doet er wel toe, je wat ik bedoel, maar het moet iemand zijn die in staat en bereid is om dat ding op een eerlijke manier te doen, laten we dat zo zeggen. Het is duidelijk, het is heel duidelijk. Ik heb goed naar u geluisterd. Ik kan af en toe heel goed begrijpen eigenlijk waar politiek Suriname, waar we een probleem hebben. Ik kan het heel goed detecteren. Dus daarom wil ik vragen, kunnen we zeggen dat we overeenstemmingsproblemen hebben qua politiek Suriname? Want u had het over samenwerken, bijeenkomen, goed praten, zodat we eigenlijk voor eens en voor altijd dit kunnen stoppen. Corruptie kunnen stoppen, goede leiders daar kunnen hebben. En Suriname gewoon dat iedereen kan profiteren van wat we hebben. Ja, dus wanneer ik zeg overeenstemming, dus ik geloof niet, de meeste partijen, laat me dat zeggen, de meeste partijen die ik heb leren kennen in mijn leven, verschillen niet zoveel van elkaar, van wat ze willen voor Suriname. Ze verschillen niet zoveel van elkaar. Wat ik wel heb gezien, is dat over dingen die in het verleden zijn gebeurd en zo, dat er wel een heleboel, ja, ik noem het, ja, grudges, problemen die mensen met elkaar hebben, in de weg staan van het kijken naar de echte programma's die ze hebben om met elkaar eventueel te kunnen werken, toch? Ik hoop dat als er één goed ding zou moeten komen uit die problemen waar we vandaag zitten, dat meerdere organisaties nu en personen tot de conclusie komen dat je toch wel een streep gaat moeten trekken uiteindelijk en met elkaar. Als je gelijkgericht bent voor wat je wil voor Suriname, en de meeste partijen willen ongeveer hetzelfde. We zijn zo basaal in onze behoeften dat er niet veel verschil in zal bestaan. Er zijn wel partijen, één tenminste die ik ken, die is meer gericht op handelaren, money man by series, zo noem ik dat, en minder op het sociale aspect, maar de meeste andere partijen hebben een balans in dat ding. Dus zouden moeten kunnen werken met elkaar. En als wanneer ik zeg dat we dus dat moeten doen, met praten bedoel ik dat we met elkaar eens moeten zijn over, je moet een stevig anticorruptie ding hebben, je moet je houden aan wet en recht, je moet transparantie hebben. Want dan zijn die programma's niet zoveel verschillend om te kunnen uitvoeren. Daarover kan je praten. En de beïnvloeding, de invloed van het kapitaal, de kapitaalgroepen op het beleid, dat afneemt. Tot slot, kort, hoe was uw ervaring als vrouwelijke voorzitter van het Nationale Assemblée Suriname? Heel goed. Ik heb met, denk ik, iedereen kunnen werken, ook al wat ze in de media soms gingen schreeuwen, politiek gezien. Maar het is gelukt om samen met elkaar verbeteringen aan te brengen waarvoor verder moet worden gewerkt. Ik denk dat ik een heleboel heb geleerd. Het was geen eenvoudig werk, maar ik ben dankbaar dat ik die ervaring heb mogen hebben. En dat ik dat verder kan gebruiken in mijn leven. Ja, zo mensen, ik zou zeggen bedankt voor deze interview, mevrouw Jennifer Geerling-Simons. Dank je. Yes. Oké, dat was Glory TV met een brandnieuwe interview. Mijn technische boys, Rivaldo Geldorp, Damiso Leeflang.